Neem aan dat er van de week doorgepraat is over de wedstrijd tegen Vitesse. Ja, zoals altijd. Dus winnen, verliezen, beter spelen, minder goed spelen. We analyseren altijd de wedstrijd en we hebben het daar met elkaar over. En we bespreken de dingen die we goed doen, de dingen die beter kunnen. En dan gaan we weer aan de slag. Je begrijpt natuurlijk wel wat ik bedoel. Want vorige keer in de persconferentie, toen zei je dus het eerste half uur, waren we als club eigenlijk nergens. Nee, we begonnen die wedstrijd niet goed. En uiteraard als trainer kijk je altijd na de tijd zo snel mogelijk weer de wedstrijd. En zie je wat er gebeurt. En voor mij zat het eigenlijk in twee dingen. Aan de bal herkenden we niet goed genoeg wie de vrije man was en konden we hem niet goed genoeg bereiken. En dat lag echt aan ons. Dat was niet zozeer de verdienste van Vitesse. En het tweede is als je verdedigt en je wil de tegenstander ergens naartoe sturen of ruimtes klein maken. Ja, uiteindelijk kom je in duel en dan moet je die duels ook voluit aangaan. En ook daar hebben we wel wat laten liggen. Wordt dat in de nabespreking ook door de spelers zo geaccepteerd en bekend? Ja, natuurlijk wordt dat geaccepteerd en bekend. Als je beelden laat zien en je hebt het dan met elkaar over, dan heeft iedereen, ziet dat ook wel dat dat zo is. Goed, van de hekkensluiter uit de Eredivisie naar de ongeslagen koploper. Ja. Een enorm verschil. Dat is een flink contrast, ja. Dus de uitdaging wordt er alleen maar groter op voor ons. En dat is mooi. Dus we gaan ook daar morgenavond weer volle overtuiging naartoe. En ik hoop, wat we zeiden, het eerste half uur tegen Vitesse, dat mag je nu natuurlijk niet overkomen. Je moet daar vanaf minuut 1 moet je er staan. Moet je je mannetje staan, fysiek, in de duels. Echt met het mes tussen de tanden. En dan nog moet je top zijn om die wedstrijd, om daar een resultaat weg te halen. Hoe anders is het plan wat je dan opstelt tegen een koploper of tegen een hekkensluiter? Ja, niet overdreven veel anders. Er zit meer in nuances natuurlijk. We kunnen heel stoer doen, maar we zullen waarschijnlijk morgen iets meer aan verdedigen toekomen dan dat je een wedstrijd thuis speelt tegen Volendam of Vitesse. Dus dat moeten we goed voor elkaar hebben. Dat moet gewoon goed staan en daar moeten we stevig in zijn. Aan de andere kant, je weet ook dat in wedstrijden tegen de topclubs je vaak ook de ruimte krijgt om wel te voetballen. Daar spelen gewoon voetballers vaak, zeker op het middenveld. Ja, die geven ook wel eens wat ruimte weg, waardoor je zelf initiatief kan tonen en jezelf je kan laten zien. En dat zullen we zeker ook moeten doen. Dan kan je ze ook pijn doen. En dat willen we natuurlijk graag. Hoe staat je ploeg fysiek ervoor? Ik denk even aan het feit dat Sven direct in de wedstrijd eigenlijk al gewisseld werd. Was dat een blessure? Ja, zeker. Hij had een tik op zijn hoofd gekregen. Dus het was ook nog een witte blessure. Dus het telde niet mee. Het was omdat hij een hoofdblessure had. Die is er weer bij. Dus die is weer fit. Ruben Rooske is terug. Dus die is fit. Dus die is beschikbaar. Ja, eigenlijk is alleen de langdurige jongens zijn eruit. En Kelvin Leerdam is nog niet klaar om bij de selectie te zitten. En de andere twee die er vorige week ook in zaten. De huurling van PSV en Rustic. Ja, nou, die zijn er gewoon bij. Dus ik ben blij dat ze erbij zijn. Ik vind ook dat ze ons van extra kwaliteit voorzien. Aan ons zaak om ze goed fit te houden en door te bouwen. En daarin stappen te maken. Ze hebben nu één keer meegedaan. Of Frederik twee keer. Ja, het is ook dan het wennen aan elkaar. Het samenspel. Frederik-Emiel is een mooie combinatie. Aydin op het middenveld. Nog beter aanvoelen samen met Brian de Keersmaker. Ja, dat zijn nu belangrijke stappen die we moeten zetten. Hoe kijk je naar PSV? Ben jij ook zo lyrisch van die ploeg? Nou ja, PSV staat ongeslagen bovenaan. Dus daar kunnen we alleen maar hartstikke positief over zijn. Veel kwaliteit. Duidelijke manier van voetballen. Maar vooral ook heel veel individuele kwaliteit. Niet alleen bij de eerste elf, maar ook vaak bij de invallers. En ik denk dat ze daar heel vaak het verschil mee maken. Betekent dus dat je een spannende wedstrijd tegemoet kunt zien. En kijken om zo lang mogelijk die 0-0 vast te houden. Ja, bij ons is iedere wedstrijd spannend, toch? Dus als we thuis tegen Volendam spelen, of uit bij RKC, of thuis tegen Vitesse. Zijn allemaal voor ons spannende wedstrijden. Dus dat verandert niet. Alleen, kijk, de druk ligt anders dan een thuiswedstrijd tegen een directe concurrent. Maar dat wil niet zeggen dat we daar op een andere manier naartoe gaan. Je moet wel, nogmaals, met de goede houding het veld opkomen. Twee wedstrijden achter elkaar uit. Vervelend. Ja, nou ja, vervelend. Uiteindelijk moet je tegen iedereen spelen, uit en thuis. Dus de competitieindeling is zoals die is. Maar we weten wel dat de komende zes wedstrijden, dat is een pittig programma voor ons. Daar zitten vier uitwedstrijden bij, twee thuiswedstrijden en drie uitwedstrijden tegen de top drie. Dus we kunnen onze borst wat dat betreft vanaf morgen nat maken. Wens je heel veel succes morgenavond. Dankjewel.